Als ik limonade wil maken, dan heb ik 1 deel siroop nodig en 5 delen water. Dit noem je een verhouding. Je kunt over mijn limonade dus zeggen: de verhouding tussen de siroop en het water is gelijk aan 1:5. Maar meestal zeggen we: de verhouding is 1:5. Dit mag je ook schrijven als 1:5. Heel vaak schrijven we verhoudingen met behulp van een dubbele punt. Een handig middel om met verhoudingen te werken is een verhoudingstabel. In een verhoudingstabel hebben de getallen in een verhoudingstabel altijd dezelfde verhouding. Zo is de verhouding 2 eieren gebruiken voor 6 pannenkoeken dezelfde verhouding als 1 ei gebruiken voor 3 pannenkoeken. Dat is dan weer dezelfde verhouding als 4 eieren gebruiken voor 12 pannenkoeken. In een verhoudingstabel kun je van het ene getal in een rij naar het volgende getal gaan met behulp van een keer of een deelsom. Die geef je aan met behulp van pijltje. Belangrijk om te onthouden dat de keer of deelsom die je boven doet ook onder moet doen. Of andersom, wat je onder doet, dat je dat ook boven doet. Op die manier houd je de verhouding altijd gelijk. Een voorbeeldsom. In een winkel kost het schepsnoep 80 cent per 100 gram. Je wilt 240 gram schepsnoep kopen. Hoeveel moet je daarvoor betalen? Eerst maken we een verhoudingstabel. Daar zetten we in wat we al weten. Dus aantal grammen is 100 en aantal centen is 80. We willen graag naar 240 gram toe, dus die vullen we ook alvast in. Een handige tussenstap lijkt me hier 10. Nu tekenen we de pijltjes met de juiste sommen erbij. Dus delen door 10 en keer 24. Dan rekenen we de ontbrekende getallen uit. 80 delen door 10 is 8. 8 keer 24 is 184. Dan schrijven we het antwoord nog onder de verhoudingstabel. Voor 240 gram schepsnoep moet je 1,84 euro betalen. Denk eraan dat je bij een verhoudingstabel altijd de pijltjes erbij tekent. Die laten namelijk zien hoe je gerekend hebt. Ook moet je altijd nog apart je antwoord opschrijven. De verhoudingstabel is alleen je berekening, nooit je antwoord. In de komende video's zullen we nog wat dieper ingaan op het werken met een verhoudingstabel. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.